Komende maand is er een belangrijk surftoernooi op Scheveningen, de Surf Benelux. Het is nog niet bekend wanneer het precies is, want er wordt gewacht op een dag met goede golven. Een van de kanshebbers bij de dames is Julia van Rooyen. Ik ga zeker voor de winst, maar ik vind het belangrijkste om wel gewoon veel plezier ook te hebben. Want ik heb toch wel gemerkt de afgelopen jaren dat als een wedstrijd niet goed gaat en ik heb niet lekker gesurfd of ik heb geen plezier gemaakt, dan ben ik best wel onvoldaan. En als ik een keer heb verloren, maar ik heb wel gewoon alles gegeven en plezier gemaakt, lekkere golven gepakt, dan ben ik toch nog wel heel stoked, ja. Julia surft nu vaak op Scheveningen, maar komt eigenlijk uit Groningen. Daar heerst niet bepaald de surfcultuur. Ja, we gingen vroeger altijd duiken. En dat duiken, dat was natuurlijk in Kroatië en Griekenland. Maar op een gegeven moment wilden we eigenlijk naar Portugal, ergens in die richting gaan. En toen kregen we autopech in de buurt van Bordeaux. Ja, mijn broer en ik en mijn zus, die zagen al die mensen daar surfen. En terwijl mijn ouders bezig waren om een nieuwe auto te regelen, vermaakten wij ons wel aan het water. Ja. Vanaf donderdag kan de Surf Benelux beginnen. Dan gaat de wachtperiode in. Julia is er al helemaal klaar voor. Ik heb vroeger veel gehockeyd. En ik denk dat ik daarvan toch wel heb geleerd om wat negatieve energie om te zetten naar positief en gewoon te gaan knallen. En dan vooral in het water, dat je niet ook te veel laat afleiden door de andere meiden. En gewoon gefocust zijn, op jezelf richten en dan gewoon plezier maken. Den Haag FM geeft de hele week toffe surfprijzen weg. Met als hoofdprijs een volledig verzorgde reis naar een surfkamp in Zuid-Frankrijk. Wil je winnen? Meld je dan aan op onze website denhaagfm.nl.